Hey, nou, welkom op mijn eigen YouTube-kanaal. Ik ben Elise, je kent mij misschien wel van de Blond Tigers. Ik heb samen met mijn zusje Blond Tigers een YouTube-kanaal waar we al jaren samen video's maken. Heel leuk, maar er gebeurde iets in mijn leven dat ik dacht, holy fuck, ik ga een eigen kanaal starten. Namelijk, ik ben zwanger van een freaking tweeling. Als ik het nu ook zo zeg, ik kan het eigenlijk zelf gewoon bijna niet geloven. Het is gewoon zo'n rollercoaster. Het is niet normaal. Dit zijn ook mijn eerste kinderen, dus het is zo spannend. En daarom lijkt het me zo leuk om alles wat ik mee ga maken gewoon met jullie te delen. Want er komt zoveel op je af. Het is gewoon, nou, waar moet ik beginnen? Dus ik wil eigenlijk ook gewoon heel eerlijk zijn. Want er zijn ook superveel angsten die erbij komen kijken. Hele leuke hoogtepunten. Rare kwaaltjes, noem maar op. Nou, echt, ik kan niet wachten om dit allemaal ook te gaan delen, want het is me nogal wat. Dus het lijkt me natuurlijk super leuk als je gaat abonneren op mijn kanaal, zodat we gewoon samen ja, dit hele avontuur kunnen ingaan. En deze vlog bestaat eigenlijk uit een aantal momenten van de afgelopen weken. Dus onder andere dat ik erachter kom. Nou, ik ga niet te veel verklappen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. En dan zie ik jullie heel snel weer. Jongens, ik kan niet geloven dat ik dit ga zeggen, maar ik ben gewoon zwanger. En ik ben zo, zo blij. Oh, ik word er gewoon... Oh, als ik gewoon het echt besef, dan word ik zo emotioneel, omdat dit gewoon mijn allergrootste droom is uitgekomen. Ik ben zo, zo blij. Ik kan het gewoon ook niet bevatten eigenlijk. Maar jongens, het is gewoon waar. Ik heb het bewijs hier. Ik ben zwaar! Oh mijn god. Ik kan het gewoon niet geloven. Een dikke, vette kruis van positief. Oh my god. Nou, dit is gewoon... Oh, ik weet niet eens waar ik moet beginnen met... Oh, ik zit nu op zo'n roze wolk. Het is zoiets moois, zoiets bijzonders. En ik ben zo, zo blij. Maar goed, ik zal even teruggaan naar het moment dat ik er echt achter kwam met Wout. Dat is een paar dagen geleden. Op zondag 8 juli. Ik was letterlijk 2 dagen maar over tijd. Dus je gaat niet meteen denken, oh, ik ben zwanger. Nee, tuurlijk niet. Maar wat dus heel raar was, ik was gewoon die hele week daarvoor extreem moe. Ik had echt buikkrampen, van een beetje van die menstruatiepijn in je onderbuik en in je rug. Dus eigenlijk dacht ik van ja, ik ga gewoon ongesteld worden of ik ben zwanger. Want ik weet dat je dan ook die symptomen natuurlijk kan hebben. Maar die lijken gewoon zo erg op elkaar. Maar het was eigenlijk best wel onwaarschijnlijk dat ik zwanger zou zijn. Ik heb namelijk mijn spiraal er begin mei uitgehaald. En ik ben dus zwanger geraakt vanaf 8 juni. Dus dat betekent dat ik letterlijk in een maand tijd zwanger ben geworden. Nou, dat hadden we natuurlijk ook nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik kan gewoon nog steeds niet geloven dat ik gewoon moeder word. Oh, als ik daar aan denk, dan... Oh. Oh, dan word ik gelijk ook zo emotioneel. Omdat het gewoon mijn allergrootste wens op deze aarde is. En ik ben zo blij dat het nu gebeurt met Wout. Echt, ik kan niet wachten om nu dit avontuur in te gaan. Totaal ook doodeng vind ik het natuurlijk. Gewoon nu al helemaal, dat eerste trimester is nu al gewoon killing. Ik weet het letterlijk 4 dagen. Maar oh, je bent ook gewoon zo bang dat het fout gaat. Ja, je wil gewoon zo graag dat dit lukt en dat het helemaal gezond is. En Jezus, calm down. Ook zieke hormonen waarschijnlijk. Ik kan letterlijk om alles huilen. Ik ben al een gevoelig mens en ik huil helemaal niet veel. Maar nu? Ik ben letterlijk elke dag aan het huilen. Maar ja, goed. Ik gun me ook even die emotie. Het is ook lekker om het te voelen ofzo. En, oh, ik weet niet eens meer wat ik aan het zeggen was. Jesus. Goed, ik ben gewoon heel blij. Niet normaal. Zo blij. Ik kan wel gillen. Ja, ik kan nog wel een uur praten hierover. Ik ben echt in de zevende hemel. Gewoon helemaal in extase.
Vandaag heb ik mijn eerste echo. Oh mijn god, ik ben zo niet normaal zenuwachtig. Echt gewoon... Oh, angsten, blijheid, alles gaat door me heen. Ik hoop zo erg dat het goed is. Dat ik gewoon een kloppend hartje zie. Dat het in de baarmoeder zit. Ik heb hier meer dan 4 weken op moeten wachten. Want gewoon letterlijk, je doet een zwangerschapstest. Je ziet een kruisje. En dan kan je niks anders doen dan gewoon maar afwachten. Oh, dus ik ben zo blij dat deze dag eindelijk is aangebroken. En... Ja, ik ben helemaal hyper. Ik ben helemaal door het dolle heen. En vooral ook heel bang. Want je weet gewoon niet wat je gaat zien. En ik hoop gewoon op het allerbeste dat ik een kloppend hartje zie van mijn kind. Mijn baby. En ja, meer kan ik ook niet zeggen. Ik ga snel verder met opmaken, me aankleden en naar het echocentrum. Het zijn er 2. Wat? Nou, dit is zeker een verrassing. Oh mijn god. Ja, ja, waar ga jij nu beginnen? Ik heb net mijn eerste echo gehad, mijn 8 weken echo, de vitaliteitsecho. En ik was echt kotzenuwachtig, want... Dan ga je erachter komen of het hartje klopt en of het in de baarmoeder zit. Dus dat is heel belangrijk. Ik had bijna niet geslapen. Dus wij komen eraan. We liggen daar. Of ik lig daar. En ze doet dat ding op mijn buik. En ze zegt, ik heb een verrassing voor je. Dus wij kijken elkaar aan en zeggen, oh nee. Want we weten het dan. Dan weet je dan het weet gewoon. Je het. Het wordt een tweeling! We krijgen er 2. We krijgen Hola, er 2. Wij krijgen gewoon een tweeling. Nee, ik vind dit gewoon... Ja, bizar. Dit verwacht bizar. Je niet als je de verloskundige praktijk binnenloopt. Dan denk je, oké, weet je, je bent zwanger, je gaat daarheen, je verwacht een foto. Je hoopt maar dat alles goed is. En dan is het goed. En dan is het dubbel goed. Krijg je er gewoon fucking 2. Niet normaal. Hoe ziek. Het is zo bizar. En ze liet het zo zien op de echo. Zo'n heel... Gewoon echt... Je zag heel duidelijk gewoon 2 kleine wezentjes. Met 2 hartjes die gewoon keihard aan het kloppen tegelijk waren. Tegelijk klopten ze ook. Ze ging ja, zo... Tuk. Gewoon... Ja, sick. Zo. En ik heb hier het bewijs. Oh, ik ben nog steeds aan het trillen gewoon. Ja, en tussendoor. Gewoon... Zij was moe de afgelopen 8 weken. Maar niet een beetje moe. Nee. Maar gewoon... Het was een soort van moe als in... Hallo, en doe jij standje? Ik loop niet meer... Gewoon niet... Ik was niet meer vooruit te branden. Nee, echt of gewoon... Of ik een handrem had aangetrokken. Als we al zeg maar even naar de Albert Heijn gingen wandelen... Wat letterlijk 2 minuten is. Kapot. Dan was ik helemaal buiten adem. Ik zei, kunnen we langzamer lopen? Je gaat snel... Terwijl gewoon, we gingen dan echt zo. Nou, ik moest elke keer stoppen. Omdat zij gewoon achter me aanschuifelde. En nu begrijp ik waarom. Kijk maar. Dit is de echo, jongens. En hier zie je dus, heeft het even baby A en baby B genoemd. Dit is baby A, baby B. En 2 hartjes, die zag je dus flitsen. Ik hoorde het nog niet kloppen, want daar is het te vroeg voor. Maar hier zie je dus gewoon heel duidelijk dat het een 2 is. We krijgen een 2. Gewoon nog niet te bevatten. Nee, ik besef het niet. We zaten net ook meteen 2 kinderwagens, 2 bedjes, 2 stoeltjes voor in de auto. Borstvoeding, holy fuck, dit wordt wel zo pittig. 2 kinderen op je arm zo. Nou, echt... Ik ben echt sprakeloos. Nee, ik moet ook nog even naar deze foto kijken om het te beseffen. Maar ik zie toch echt hier 2 embryo's dingen. Wat zijn het? Het zijn nu nog embryo's. Ja. En dus over 2 weken wordt het een foetus. Hoe bizar. Ik kom niet graag op een vlog, maar hier maak ik toch even uitzondering voor. Oh my god. Nee, het is echt... Nou, wij gaan even lekker in onze bubbel verder hierover nadenken. Op mijn ouders. En we gaan nu naar mijn ouders het vertellen. Ja, mijn ouders zitten dus in Zwitserland, dus die kunnen we het gewoon nog een week niet vertellen. Oh, zo moeilijk. De enige die het nu gewoon als eerste alles weet, is Fiet. Fiet weet alles. Fita weet alles vanaf moment 1. Die ging helemaal kapot net. Oh, die hebben net even gebeld inderdaad, om te vertellen dat ik een tweeling, dat we een tweeling krijgen. Oh mijn god, nou die ging helemaal oud.
Hoe vet. Jee. Hallo! Nou, het is inmiddels alweer een paar dagen geleden dat ik dus die echo heb gehad. Oh, ik ben een beetje aan het wennen aan het idee dat het dus inderdaad gewoon echt een tweeling is. Er komt zoveel op je af als je dit nieuws krijgt. Ik kan het gewoon bijna niet uitleggen wat er gewoon met je gebeurt en met elkaar. En we kunnen gewoon niet wachten tot ze er zijn. En we zien het echt als een soort van wonder dat dit is gebeurd. Omdat het gewoon niet in onze familie zat. Ik zie het wel echt als een soort van gift van alsjeblieft, hier zijn er twee. En dan denk ik ook, het is echt voor een reden of zo dat wij dit dan, ja, dat wij er twee krijgen. Ja, ik vind het heel mooi. Geweldig. Ik zet jullie even neer, want ik moet even wat eten. Jezus! Ja, dit gebeurt dus de hele tijd. Ik heb een stoornis opeens. Laat alles vallen. Ik ben zo onhandig. Ik kon niet meer uit mijn woorden. Ik ga het nu maken, want ik heb zo'n honger. Dus ik ga even op een ander moment weer filmen. Zo, ik kom net uit de douche. Lekker opgemaakt. En ik ben ook meteen heel druk bezig geweest met smeren, dames en heren. Want, nou ja, ik las gewoon, als je hoort dat je zwanger bent, dat het gewoon het beste is om meteen je buik in te smeren en je borsten tegen strié. Ja, ik heb geen idee of het helpt, maar ja, ik doe het maar gewoon. Want ja, volgens mij helpt het sowieso om je huid gewoon een beetje vet en elastisch te houden. Dus ook al heb ik nu nog helemaal niet zo'n zieke buik, ik ben gewoon maar meteen twee keer per dag aan het smeren. En ik hoor dat deze heel goed is van Weleda. Dus ik heb deze maar gekocht. En is wel chill. En ik ga niet de deur uit. Want ik ben echt ongeveer al weken binnen. Ik heb het echt niet normaal zwaar qua zwangerschap. Zo moe en zo misselijk. Dus ik ben eigenlijk gewoon een soort van gekluisterd aan de bank en aan mijn bed. Ik slaap overdag ook gewoon 3 uur. Dan ga ik bijvoorbeeld om 1 uur liggen. En dan moet Wout mij gewoon om 5 uur wakker maken. Dus het is echt gewoon, ja, ik herken mezelf gewoon niet meer. Normaal was ik altijd actief aan het sporten en, nou ja, on the go. En ik zit nu gewoon alleen maar binnen. Ik ben nu ook wel uitgeput van deze 4 meter loop. Maar wat wel heel leuk is, toen ik hoorde dat ik natuurlijk zwanger was van een tweeling, toen ben ik meteen gaan googlen en ik ben alles erover aan het lezen. Maar ik heb dus 2 boeken besteld. Deze, die zijn net binnen. Zwanger van een tweeling. En deze, oh jee, het zijn er 2. Dus ik heb zoveel zin om gewoon lekker te gaan lezen en alles te leren hierover. Want ja, eerlijk gezegd, ik weet nog steeds niet wat mij overkomt. Dus alle informatie is gewoon welkom. Goedemorgen! Nou, dit is denk ik de laatste week dat ik deze broek aan kan. Want deze broek zat altijd heel wijd, zeg maar van boven, dat er echt ziek veel ruimte was. En nu zit het eigenlijk gewoon helemaal loeistrak. Dus ik ben bang dat dit echt de laatste week is dat ik officieel mijn broeken nog aan kan. Maar goed, dan moet ik maar overstappen op zwangerschapskleding. Wat een onaantrekkelijk woord. Ik ging ook al een beetje online kijken. Nou echt, ik zie zo weinig wat leuk is. Dus ik denk dat ik gewoon echt heel veel van die leuke flared broeken ga dragen. En dan misschien de, hoe heet het, de elastiekband door de kleermaker of zo wat laat verbreden. Dat ik het wel aan kan. Maar ja, voor nu dus dit lookje. Normale broek. Het zal niet lang meer duren. Ik moet jullie nog wat laten zien. Zo leuk. Ik kon het gewoon niet laten. Ik ben gisteren naar de H&M Kids gegaan. Ik was er nooit geweest. Want ja, wat moet je daar als niet-moeder zijnde? Nou, geweldig. Gewoon al die babykleertjes. Ik wil het liefst alles meenemen. En oh, het is echt veel te vroeg om überhaupt nu wat te kopen. Maar ik heb het toch gedaan. En je moet het even zien. Het is zo cute. Ik kan gewoon niet wachten tot ze dit aandoen. Even klaarleggen. Kijk nou. 2 van die berenpakjes. Identiek. Nou, dit is toch geweldig. Oh. Nee, ik kan hier gewoon uren naar kijken. Wat erg. En dan van binnen zit het er zo uit. Let niet op mijn geheig. Want ik ben gewoon alleen maar buiten adem van alles. Maar dit is toch te lief. Zometeen liggen ze gewoon hierin.
Ik kreeg ook meteen heel veel de vraag trouwens van vriendinnen en familie van... Oh, ga je ze dan echt precies hetzelfde elke dag aankleden? Maar ja, dat denk ik niet. Ik bedoel, ze moeten ook uiteindelijk natuurlijk wel hun eigen identiteit gaan ontwikkelen. Maar tuurlijk ga ik af en toe gewoon ze precies hetzelfde aankleden. Want ik vind dat gewoon hysterisch. Ik vind dat zo ontzettend lief. Maar dat is zeker iets wat ik niet elke dag ga doen. Maar soms wel, want ik vind het gewoon te schattig. Oké, ik sta op het punt om weg te gaan. Ik heb met Vita afgesproken. We gaan namelijk naar een soort Instagram museum. Een soort nieuw ding in Noord. Met allemaal verschillende ruimtes en kamers en roze. En helemaal hysterisch. Dit is het! Nou, aangekomen in de leukste kamer van dit Insta museum. Eén grote marshmallow zwembad. Hier begint het met een palmboom. En dan is dit de ruimte. Joe! Nou, hé, spring er maar in. Ik weet niet of ik in of de glijbaan durf. Nee, dat zou ik maar niet doen. Deze twee. Met le bebes. Hé, hey, zij wijst naar jouw buik. Oh ja, dat is een vraag. Ja. Oké, ga erin, ja? Ja. 1, 2. Geweldig. En het ruikt ook helemaal naar spekkies. Ik moet hierheen met deze twee. We zijn nu in de ballenpit. Oh my god, wat diep. Ik ga stuk. Dit had ik nooit verwacht. Ja, je ziet het goed. Ik zit weer op mijn oude vertrouwde plek. De bank. Ik kom hier gewoon letterlijk niet meer vanaf. Ik voel me zo verschrikkelijk. Ik heb me wel helemaal aangekleed en opgemaakt. Want ik heb het gewoon het gevoel alsof dat dan nog een beetje helpt mentaal om je beter te voelen. Maar ja, eigenlijk slaat het nergens op. Ik kan net zo goed de hele dag in pyjama op de bank of op bed blijven liggen. Ondertussen ben ik alleen maar YouTube aan het kijken. Dit is mijn zoekterm op YouTube en op Google. En ik heb denk ik letterlijk alles gezien en gelezen wat er valt te vinden over tweelingen. En ik merk ook dat het echt soms zo emotioneel is. Die hormonen, holy fuck, dat is gewoon niet normaal. Ik kan echt om al die video's huilen. Als mensen het dan gaan vertellen aan hun ouders, dat soort video's. Nou, hou maar op. Het is echt gewoon, ik ben gewoon een ander mens. Ik kom ook wel echt heel erg mezelf tegen nu tijdens dat eerste... Oh, wacht even. Nou, dat was de postbode die ik even open moest doen. Maar waar was ik gebleven? Ja, heel veel angsten. Zei ik dat al? Ja, dat eerste trimester is gewoon terror. Ik ga dat wel even in de volgende vlog wat meer over uitweiden. Maar je komt zo jezelf tegen. Ik ga nu de vlog afsluiten, want ik heb voor me best wel veel gefilmd. Dus ik ga er even een einde aan breien. En ja, dit was mijn eerste vlog op mijn nieuw kanaal. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik dit tot nu toe ervaar. En er gaat nog zoveel meer aankomen, want ja, ik heb zoveel te filmen. Het is gewoon... Het is zo leuk. Dus als je wil abonneren op mijn kanaal, lijkt dat me echt te gek. Zodat we gewoon samen ook dit hele avontuur kunnen beleven. En dat ik er niet helemaal alleen voor sta. En ja, dat zou me echt heel, heel veel doen. Dus dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer. Mwah.